Ja, hij loopt. Nou, ik wilde niet weer de hele dag een wandelvlog maken, want ik bedoel, het is 25 kilometer van hetzelfde als eergisteren. Ja. Maar we komen nu ergens waar we denk ik uitzicht te genieten krijgen. Dus we lopen even lekker naar boven. Wat betekent dat? Kerolsteiner Dolomieten 8. Ah, kijk eens aan. Ja, het is echt heel rotsachtig en mooi hier. Dus we hebben hier een fijne uitkijkplek. Zullen we naar boven lopen? Ja. Wil je mij voorgaan? Ja, ga jou voor. Oké. Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel, we zijn er nou toch. We hebben een soort uitkijktoren hier zo. Het lijkt me wel leuk om hier even boven te kijken. Oh, wauw. Ja? Ja. Pak even wat extra hoogtemeters. Oeh ja. Nou, het is echt heel fijn hier. We lopen nog een trapje op. Zo. Ja. Kan je er doorheen? Ja. Mooi. Stijl trapje al dit. Oh, wow. Ja? Oké, okay. Neem jullie mee naar boven. Zo. Steile trap. Ja, dat is niet verkeerd hier in de buurt hoor. Oh, dat is echt heel vol. Oh, dat is mooi hè. Oh, kijk er even voor. Hè? We hebben al best wel een eind gelopen. Pareltje dit. Hartstikke leuk. Ja, is leuk om te zien. En inmiddels schijnt ook de zon hier. Dus we kunnen wel lekker even een bankje pakken om even een stroopwafel te eten. Want in de Duitse Lidl hebben we Nederlandse stroopwafels aangetroffen. Ja. Dat was een goede vondst. Lekker. Er wordt hier behoorlijk gekapt. Maar het is wel fijn dat ze de stickers laten zitten, zodat je in elk geval weet waar je naartoe moet. Kijk, daar heb je er eentje. Gunstig. Je ziet hier zulke gave dingen. Het is echt niet te filmen. En vandaar dat we het ook niet kunnen laten zien, want het is niet te filmen. Steeds als je het ziet is het weg. We hebben een slangetje gezien, altijd leuk. En een paar reeën die dan ineens oversteken. En heel bijzonder, wandelaars. Wandelaars, ja. De eerste eigenlijk. En wat we ook hebben gezien is twee vechtende of flirtende roodborstjes. We weten niet precies wat. Maar het was wel leuk. Ja, het staat er allemaal niet op. Maar we wilden het je toch niet onthouden. Ja, het is een pittig stukje klimmen. De hartslag is nu 163 of zo. Ah, 166. Normaal kan ik er bijna 10 km per uur mee lopen. En dit is, Esther noemde het al traplopen, maar dan zonder trap. Super pittig. Esther haalt even een steentje uit haar schoen. Gaat het, Esther? Jazeker. Even weer pittig om te buigen en bukken. Kijk wel uit voor die stokken. En natuurlijk hebben we dan een schnitzel met friet verdiend. Eet smakelijk.